Ik ben Vincent Mensel, fotograaf. En ik heb ruim 40 jaar voor NRC Handelsblad gewerkt als fotograaf in vaste dienst. Staffotograaf heet dat zo mooi. Ik werd gevraagd door het Nederlands Fotomuseum om te kijken naar naar hun collectie van 1,2 miljoen foto's. Of 1,5, daar wil ik vanaf zijn, maar wat, in ieder geval heel veel foto's. Of ik dat in een redelijk korte tijd kon doen en daar mijn favoriete foto's uit te halen. Toen je dat allemaal zag, wist je ook al gelijk, dat is ondoenlijk om in een paar weken tijd of in een paar dagen tijd een keuze te maken. Dus je hebt in je hoofd wel door de jaren heen, zijn er beelden blijven zitten of gaan hangen van dat vind ik interessant, die vind ik interessant, zouden ze die hebben bijvoorbeeld. En ik ben natuurlijk met een aantal fotografen in mijn leven opgetrokken. Dus de keuze is heel persoonlijk. Dat wil ik ermee zeggen, de 15 foto's is mijn gevoel met het door de ijskast van dit fotomuseum wandelen. Dit is in de Ganzenhoef in Amsterdam, is Esther Kroon. En Esther heeft niet veel werk gemaakt. Dat heeft niet mijn keuze bepaald, maar wel dat ik haar beelden die ze heeft gemaakt onwaarschijnlijk powerful vond. Heel indrukwekkend. Er zijn een aantal beelden, buiten dat ik deze foto uiteindelijk heb gekozen. Maar er zijn beelden van een tweeling bijvoorbeeld die heel ja, in your face komen. Zo, dat je denkt, godsverdorie, wat jammer dat er nog niet meer van is. Je merkte dat ze zo zoekende was. Dit meisje. Dus een manier aan het vinden om in de samenleving dingen vast te leggen. Er zijn fotografen die komen binnen en zeggen, pap, dit is mijn werk. He? Nou, en er zijn er ook bij die zeggen, wauw, dit is interessant. He? Dat is een andere manier van kijken. Zo werd je ook bejegend als fotograaf. Dan kwam je binnen, ergens, en dan zei ze, nou dat is het hoor. Maar je weet echt van, nou even een plaatje maken en dan ben je toch klaar. Hè? En dat is ook wat mensen zeggen als ze zo'n beeld zien. Dan zeggen ze, het is toch maar een plaatje, het is zo gemaakt. Ook toevallig dat het meisje net zo keek. Het is godverdorie, het is precies waar het meisje op zat te wachten natuurlijk. Maar dat is bij al die beelden, dat mensen denken, nou, daar is geen bal aan, dat kan ik zo maken. Dat is gewoon zo gemaakt. Huppakee, wie zet die spiegel neer en jij zegt, huppakee, klaar. Dat geldt voor heel veel van die foto's, dat je denkt, daar heeft iemand gewoon heel erg, hij zag die mannen zitten en hij is erop afgedoken, geslopen. Ik weet niet wat voor tactiek die had, maar die jongens gingen niet zo zitten. Ha, daar komt de fotograaf, we gaan even zo zitten, weet je wel. Dus dat was een heel andere manier van tak van sport. Hè? Nou, en dat heeft Kazoor thuis ook gedaan. Die heeft gewoon, misschien gezegd, die man, hij zat op een bouwplaats, die gasten kwamen aan en hij heeft gezegd, stop. He? Dit is zo gemaakt. Ik weet dat Peter heel lang heeft staan wachten op zo'n beeld. Hij zag in de verte waarschijnlijk die man aankomen, die Norman in New York stad. Maar hij heeft heel lang gewacht op het juiste moment, helemaal in het kader gezet. Maar hij keek, hij zocht in de samenleving naar grote tegenstellingen bijvoorbeeld. Nou, als je in New York loopt en je komt ineens een Norman tegen met een hoorn op zijn hoofd en een soort zwaard. Ja, en daar lopen wat van die keurige Wall Street types achter die wat bedenkelijk kijken. Ja, dat is een dat is voor mij valt dat op. En bovendien, er zit voor mij nog een andere emotionele waarde aan. Ja, toen Peter stierf. Heeft hij op zijn sterfbed nog bedacht hoe er een boek moest komen. Hè? Dat was hij mee bezig. Dat had hij ook samengesteld. Maar sommige foto's moesten nog gedrukt worden. Dus deze foto heb ik voor hem mogen drukken. Vroeger moest dat allemaal nog. Wat je nu in de computer kunt doen, deed je vroeger op een stukje papier met ontwikkelaar en belichten en de hele mikmak. En dan kon je door je handen, je kon tekenen. Als het ware met licht op papier. En vroeger in de donkere kamer, ja, moest je dat echt, was het handschrift van de fotograaf bepalend. Niet alleen de manier waarop iemand fotografeerde, maar ook hoe hij zijn bewerking deed. Dus bij iedere foto is het voor mij de reden geweest
daar zit niet alleen, ik kijk niet alleen naar het beeld, maar ik kijk ook, hoe heeft die fotograaf gedacht? Wat dacht die fotograaf toen hij super zullig in het landschap liep en dacht, nou, maar hij was woest, Berger. Hij was razend dat dat gebeurde, dat een of andere oetlul zijn vuil had gedumpt. En hij was een beroemde reclamefotograaf. Hè? En is op een gegeven moment is er ook een soort omslag gekomen in zijn carrière, waarin hij zich is bezig gaan houden met de vervuiling van de aarde. Nou ja, ik moet je zeggen, ik ben hartstikke blij. Ik vind de keuze mooi. Maar hij is heel persoonlijk. Dus iedereen die... Iedereen zal zeggen van, ja, maar ik mis dit. Of waarom heb je daar niet aan gedacht? Of waarom sta ik er niet bij? Heb je ook nog. En dat, ik geef ze allemaal gelijk. Maar een keuze maken is natuurlijk hartstikke moeilijk. Hartstikke moeilijk. Het is het topje van de ijsberg wat ik hier heb ontdekt.